Het is nu vrijdag. Ik had super mooi weer, dus dat is wel fijn. Ik zit wel een beetje te knijpen met mijn ogen, zoals je ziet. Waardoor ik de hele tijd eigenlijk met mijn zonnebril op zit. Maar goed, wat heb ik gedaan? Ik doe eigenlijk onderzoek met performance kunstenaar. En ik doe onderzoek door middel van mezelf, mijn eigen lichaam in te zetten. En dit is mijn nieuwe werk, dat heet Intervening Audio Space. En Myself the Other. Dus het gaat over de blik van de ander, waardoor we dagelijks zodanig gevoed worden, eigenlijk een bombardement aan beelden en meningen van anderen, waardoor onze autonome eigen stem eigenlijk heel erg op de achtergrond geduwd is. En het vraagstuk is ook, waar houdt de stem van de ander op en waar begint onze eigen? En dat ben ik aan het onderzoeken. Eigenlijk ben ik begonnen met het hardop ventileren van mijn gedachtes. En dat heb ik gedaan door dat in te spreken in mijn smartphone. Gezien daar tegenwoordig die blik van de ander het belangrijkste in verscholen zit. We hanteren dat ding en we reflecteren op onszelf ook door middel van sociale media. Dus ik gebruik eigenlijk hetgeen waarin die blik het meest verscholen zit. Dat is namelijk de smartphone. Ook als poging om te kijken, kunnen we het apparaat weer terugclaimen. Dus ik heb alle gedachten die ik heb gehad in de torenkamer, in de redactieruimte, de gang, toilet en het torenkamertje van buiten. Die drie dagen heb ik ingesproken en uitgezonden. En de afgelopen dagen en ook vandaag ben ik eigenlijk gaan selecteren. Alleen de lucht en de wolken zichtbaar zijn. Wat overigens wel een soort, dat vind ik dan wel weer overeenkomen. Er is gewoon weinig infiltratie van de buitenwereld. Er zijn echt van die Nederlandse luchten. Op die manier. Dat is dan misschien wel weer een mooie. Dat schilders altijd zeer geïnspireerd door waar Picasso het rust is. Schilderde. Het creëert heel veel rust, voor mij in ieder geval. Dus het is wel heel erg. Het is heel.